Nadat de aarde is uitgegroeid tot één groot rampgebied. En dit ten gevolge van een massale inslag van meteorieten. Het spel belichtte hierop volgende oorlog tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Wanneer de meteorieten plotseling openbarsten, blijken ruimteschepen in te zitten die vast van plan zijn om de aarde in te palmen. Als speler moet je alles op alles zetten om deze buitenaardse invasie tegen te gaan. Hierbij kan je gebruik maken van speciale wapens die je volledig kan customizen. Erg belangrijk aan het spel wordt de uitgebreide online multiplayer mode. Spijtig genoeg is het nog wachten tot december 2007, vooraleer het spel bij ons in de rekken ligt. Dat de sequel van Full Auto niet langer op Xbox, maar op PlayStation 3 verkrijgbaar zal zijn, was al een tijdje bekend. Uitgever Sega liet echter onlangs weten dat Full Auto 2 Battle Lines eveneens op PSP zal uitgebracht worden. Net als bij de next-gen versie zal je in een gewelddadige race als eerste aan de eindmeet moeten verschijnen. Hierbij maak je gebruik van wapens, stormrammen, rondslingerende decorstukken en instortende gebouwen. De PSP-versie zal 3 nieuwe race-districten bevatten met elk 6 nieuwe circuits. Naast de career storyline zal je ook in multiplayer via ad hoc met enkele vrienden over het virtuele asfalt kunnen scheuren. De game zal bij ons pas in de lente van 2007 op de markt verschijnen. De Nintendo Wii ligt sinds enkele dagen bij ons in de winkelrekken. Een van de opmerkelijke launch games van deze console is Red Steel. Een first-person shooter van Ubisoft waar je als speler midden in de actie wordt gezogen. De speler zal zowel overweg moeten kunnen met katana-zwaarden als met vuurwapens. Bij het vechten is het mogelijk om aanvallen van vijanden af te blokken door de controller in de daartoe bestemde positie te leggen. Het spel maakt voor alle handelingen trouwens op uitgebreide manier gebruik van de speciale motion-sensitive controllers van de Wii. Je kan eveneens over objecten springen en dekking zoeken achter deuren en muren. Let er wel op dat je bij het spelen de gordijnen sluit. De buren zullen anders een rondspringend persoon voor het tv-toestel maar een vreemd zicht vinden. Must be hunting season. It's time to get to business, Gene. Clover Studio, de Japanse genieën die binnenkort Okami op ons loslaten, kwam in februari ook op de proppen met God Hand voor PS2. Geen kunstzinnige adventure game deze keer, maar een ras-echte beat-em-up die hommage brengt aan oude klassiekers zoals Final Fight en Streets of Rage. In God Hand speel jij Gene, een jonge vechtersbaas die zijn rechterarm werd afgehakt en er een bovennatuurlijke voor in de plaats kreeg. En daardoor is Gene niet alleen de sterkste straatvechter ter wereld, het maakt hem ook het doelwit van een groepje demonen. En die zijn uit op je krachtige arm en bezaaien je pad met handlangers die er alles aan doen om jou tegen te houden. You know what? I'm getting a bit hungry. And a little wavon sounds like it would hit the spot. Newsflash, big guy. You can wax on, wax off all you like. I'm still kicking your ass. Meer verhaal moet je van deze God Hand echter niet verwachten. Net zoals in oude beat'em-ups is beuken hier de hoofdmissie en God Hand trakteert je op een erg verfijnd vechtsysteem. Alle stoten, kicks en combo's kan je zelf samenstellen uit een breed assortiment aan aanvallen en bovendien op elk moment tijdens het spel kan je ze veranderen. Je vijanden zijn meester in ontwijken en verdedigen en daarom is een perfecte combinatie van snelle moves en krachtige aanvallen van levensbelang. Naast de gewone aanvallen kan je tegenstander ook pijnigen met enkele coole special attacks. En die zijn duidelijk gebaseerd op anime-reeksen zoals Fist of the North Star en wisselen hilarische aanvallen af met explosieve finishers. Door je vijand af te rossen raakt het God Hand metertje gevuld en wanneer je arm is opgeladen kan je een razernij aan puntjes en karate kicks op je tegenstander loslaten. Naast oerdegelijke beat-em-up-actie staat God Hand bol van de vreemde Japanse humor. Je tegenstanders zijn vaak parodieën op bestaande personages en variëren van gemaskerde apen en gay pride vechters tot miniatuur Power Rangers. Cardan Wild, Joker, One Heart Gangster, Diamond. You can find me at the club. Have your pet neutered or spayed? Ow, 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 ow! I'm hurt. I mean hurt.
Together we are the... Magneto! Douchebags. Martelijk is Godhand niet. Uit de klap van je vijand komt hard aan en dus moet je voortdurend strategisch ontwijken en de schaarse power-ups op het juiste moment oppikken. Gamers die God of War te moeilijk vinden, zullen hier vast en zeker hun tong op stuk bijten. Of wij uit het juiste hout gesneden zijn voor deze old-school beat-em-up, krijg je binnenkort in de Game Power Review te zien. Get ready, cause I'm really gonna give it to you! Hey, you're the big nice hero, right? How about giving me a hand here? Huh? Come on. Oh, I'll help you out, all right. Alameda! Medal of Honor is het de beurt aan Brothers in Arms om de Tweede Wereldoorlog naar de PSP te brengen. Op PS2 en Xbox deed Brothers in Arms het lang niet slecht en door zijn technische diepgang kon de reeks zich onderscheiden van andere oorlogsshooters zoals Call of Duty en Medal of Honor. Wie Road to Hill 30 en Earned in Blood gespeeld heeft, weet dat tactische gameplay centraal staat in de reeks en op PSP is dat niet anders. In deze D-Day speel je afwisselend met Sergeant Matt Baker en Corporaal Joe Hartzog en moet je je squad doorheen vijandelijk gebied loodsen. Net als op PS2 heb je twee teams tot je beschikking en is het de bedoeling om de vijand met suppressing fire vast te pinnen om ze daarna te flankeren en af te knallen. Cover me with all
you got! Wie meer strategie zoekt in zijn shooters, zit met Brothers in Arms wel goed, maar zelfs de diehards zullen toegeven dat het flank and destroy principe na een tijdje wel gaat vervelen. Sound off! 13, oké! 12, oké! 14, 10! Let's get the hell out of here! We got a jump, son! We wait for the green light! We wait any longer, there won't be a fucking green light! Stand in the door! Op elk moment tijdens je offensief kan je het schieten stopzetten en het oorlogsgebied van alle hoeken bekijken. Zo kan je je volgende set rustig plannen, al is dat op PSP niet altijd een even makkelijke opgave. Door het gebrek aan tweede analoge stick gebeurt mikken en bewegen allesbehalve vlot. Bewegen doe je uitsluitend met de stick en bij het switchen van gezichtspunt verlies je veel tijd. Je squadleden bevelen geven gebeurt ook via het vizier en daar gaat het dan ook vaak de mist in. Een rommelige besturing dus, en dat is niet meteen de beste eigenschap voor een FPS. Brothers in Arms D-Day is een PSP-exclusive, maar wie de games op PS2 heeft gespeeld, zal merken dat dit een recyclage is van levels uit vorige games. Je krijgt de 14 beste levels te spelen, maar grafisch zinkt D-Day een flinke toon lager. Als extraatje gooit D-Day er een co-op mode bovenop, die je samen met een vriend over wifi kan gaan spelen. Online ondersteuning is er niet en dat vinden we een gemiste kans. Put some fire on him! Brothers in Arms D-Day is niet meteen de beste PSP-titel van dit najaar. We geven deze oorlogsshooter dan ook maar 3 sterren. You ever wonder what's up there? Like what? Maybe someone up there was wondering what it's like here. I guess. Do you think we'll ever meet them? I hope so. Don't you?